Je hebt twee Ajaxiden nu in je selectie, ook omdat Berghuis is afgevallen. Hoe zijn die hier nou binnengekomen? Want het lijkt me niet dat het zelfvertrouwen daarvan afdruipt. Nee, dat lijkt me niet dat het prettig is om op dit moment daar te zijn. Vanwege alles wat er gebeurt. Maar ik heb niks gemerkt. Aan Brobbey zie ik gewoon dat hij fitter is en oogt dan hij vorig seizoen was. Nou, en Bergwijn is altijd een speler die gebracht heeft bij het Nederlands elftal wat ik van hem vond. Dus dat zijn voor mij geen vraagtekens. Tot slot, ik moet je toch vragen, want het is een topclub en een topclub levert internationals af. Dus dan heb je er wel degelijk wat mee te maken. Hoe kijk je naar die situatie bij Ajax? Ja, gek wat er allemaal gebeurt, hoe het allemaal gaat. Ja, maar als je kijkt naar wedstrijden, dan schrik je van het niveau wat ik gezien heb. Als AZ met alle problemen die AZ heeft gehad, hè, het verliezen van spelers, zo simpel nog, wint. Dan ben je wel heel ver gezakt. Zie je het snel veranderen? Nou, de spelers zullen niet veranderen, lijkt mij. En de trainer misschien? Ja, maar daar heb ik geen mening over. Ik denk dat de situatie daar gewoon heel erg moeilijk is. En daar meer om dingen over te zeggen, daar ben ik te ver vanaf. En dat wil ik ook niet. Ik zie alleen, of ik geef mijn mening op het feit wat ik zie. Dankjewel.